Welkom bij Mijn Nijmegen TV van deze maand. We hebben in deze uitzending aandacht voor de participatiekaart. Hierop is een overzicht van projecten in de openbare ruimte die wij zelf als burgers organiseren. Aandacht is er ook voor parkeren in de stad. Wethouder Beerten legt uit hoe het nu werkt. Uw huis energiezuinig maken kan veel opleveren. Bewoners in de Wezenhof werken samen met het Groene Hert. En dat kan iedereen doen. Op woensdag 25 januari heeft wethouder Turgay Tankir van Openbare Ruimte de participatiekaart.nl in werking gesteld. Wij vinden het heel belangrijk dat wij samen met de inwoners die openbare ruimte inrichten en onderhouden. En met zo'n site kunnen we veel meer laten zien wat er in Nijmegen gebeurt. En mensen die zelf actief zijn, kan ook anderen laten zien hoe actief ze in Nijmegen zijn. Op deze interactieve website staat een overzicht van plaatsen in Nijmegen waar bewoners, ondernemers en overheid samenwerken aan het beheer van de openbare ruimte. Het eerste wat u kunt doen is een eenvoudig project openen, zoals de natuurspeeltuin hier in Visveld. En in het wolkje kunt u vervolgens de specifieke pagina openen. Nou, wat u daar krijgt te zien is een toelichting van het initiatief, een foto met de toelichting erachter, op wie het initiatief is gericht en naar alle achtergrondinformatie. En het mooiste voorbeeld misschien dat wij steeds meer natuurspeeltuinen hebben in Nijmegen. Dat de bewoners samen met kinderen zelf helemaal inrichten. En wij geven alleen maar wat materiaal en zo. En dat ze zelf ook helemaal onderhouden. En in Nijmegen Noord, bij de wijkcentrum Ster, is zo'n voorziening. En, maar ook in Brakkestein hebben we zo'n plek. En iedereen is hartstikke enthousiast over. En dat moeten wij natuurlijk. Dat is geweldig. Iedereen in Nijmegen die op dit terrein zelf wat doet, kan zijn bijdrage toevoegen aan de participatiekaart.nl. Het is eigenlijk allemaal begonnen met Damte. Dat is een jongen hier in de buurt. En die schreef een brief naar de wethouder, Depla toen de tijd. Met: het is hier heel leuk in Lent. Maar ook wat kaal en we willen graag, ik zou zo graag in een boom willen klimmen en hutten bouwen in een bosje. Dus zodoende is het idee ontstaan eigenlijk voor een natuurspeeltuin. Toen is de gemeente gaan praten met een aantal buurtbewoners en met Dante. En is dat idee verder ontwikkeld. Nou, het aanmelden gebeurt eenvoudig door de knop aanmelden in te drukken. En wat u dan te zien krijgt is een scherm waarin wat simpele gegevens wordt gevraagd. In de eerste plaats in welke gemeente, dat is uiteraard de gemeente Nijmegen. Nou, u vult uw voornaam, achternaam en e-mailadres in en een wachtwoord. De kaart is ook vooral bedoeld als inspiratie, om te kijken wat er allemaal mogelijk is in Nijmegen. En daarvoor zijn een aantal filters opgenomen, die vindt u rechtsboven op de kaart. En daar kunt u bijvoorbeeld zoeken wat voor soorten projecten zijn er. In welke delen van de stad doen bewoners nu mee aan onderhoud. Op veel plaatsen in de stad werken Nijmegenaren al zelf, al dan niet samen met de gemeente, aan het beheer van de openbare ruimte. Volgens mij is dat inderdaad een leuke manier om bewoners te prikkelen om meer te gaan doen of andere dingen te gaan doen. Want ik denk dat er heel veel buurtbewoners zijn die best wel iets zouden willen doen. Maar niet altijd snel een idee hebben wat. Nou, daar kun je wel op ideeën komen. Nou, kunnen we met de bewoners afspraken maken en ook vastleggen. Nou, dan kunnen zij van ons dat budget die wij besteden voor onderhoud krijgen. En daarmee is de betrokkenheid zo groot dat mensen ook zo'n plein ook veel beter toezicht houden. Veel betrokkenen zijn, ook veel meer gebruik van maken. De leuke optie is de dia-show. En de dia-show is een presentatie van een aantal foto's met korte omschrijvingen waar u op uw gemak even kunt bekijken wat er in Nijmegen allemaal aan leuke initiatieven plaatsvindt. Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de nieuwe parkeerautomaten in de stad. Veel automaten deden het in het begin niet of waren ontzettend traag. Wethouder Henk Beerten geeft uitleg.
Ja, wij zijn verrast door de grote problemen die zich hebben voorgedaan. Dat vonden we natuurlijk buitengewoon vervelend. Daar hadden wij niet op gerekend, uiteraard niet. En we hebben keihard gewerkt om die problemen zo snel mogelijk op te lossen. Nu hebben we de zaken onder controle en dat betekent dat we nu aan de verfijning toe zijn. Nou, in een stad als Nijmegen is het druk en we hebben maar een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dus om dat goed te reguleren, dat niet alles vol staat, even parkeergeld. En daarnaast met dat geld zorgen we ook voor dat we goede parkeerfaciliteiten hebben. Maar we betalen er bijvoorbeeld ook de gratis bewaakte fietsenstallingen uit. We investeren daaruit in bewegwijzering. Dus het is heel belangrijk dat we op die manier middelen binnenkrijgen om dat goed te reguleren. De automaten werken nu goed. Waar we wel nog naar kijken is die interface. Hier en daar staan nog termen. Bijvoorbeeld als je de term bezoeker ziet of standaard, dan is de vraag, wat bedoel je met bezoeker? Iemand die de stad bezoekt kan ook denken, hey, ik ben bezoeker, terwijl dat voor bezoekersvergunningen geldt. En zo zitten er nog wel een paar andere dingetjes in waarvan we zeggen, dat kan echt beter en duidelijker. En daar wordt nu nog aan gesleuteld. De nieuwe parkeerautomaten zijn ook volledig ingericht op digitaal parkeren. Dit betekent dat parkeertickets binnenkort niet langer nodig zijn. Parkeerders wordt gevraagd om hun kenteken. Dat kenteken wordt na de zomer samen met de begin- en eindtijd van het parkeren vastgelegd in een centrale database. De parkeerder bespaart dan voortaan tijd door niet langer een parkeerticket achter de voorruit te hoeven leggen. Ja, het kenteken wordt ingevoerd en dan versleuteld in de database opgeslagen bij ons in de centrale computer. Op het moment dat je parkeertijd op is, dan wordt het kenteken uit de computer verwijderd. Dus dat betekent dat er van privacy problemen geen gevaar is. De gegevens worden ook aan niemand anders beschikbaar gesteld, zijn alleen beschikbaar in onze eigen computer en dat zit. Kijk, voor de parkeerder is het belangrijk dat we in ieder geval zo snel mogelijk een situatie hebben waar ze eraan gewend zijn. Maar we hebben de Eiermarktgarage bijvoorbeeld voor kortparkeerders opengesteld. Dus voor mensen die per se achteraf willen betalen, die kunnen daarvan gebruik maken. Maar er is nog een eenvoudiger manier om dat te doen en dat is met gsm parkeren. We gaan een actie doen samen met de aanbieders van gsm parkeren. Met die aanbieders kun je in Nijmegen via je mobiele telefoon betalen. Nou, dat betekent dat je altijd achteraf betaalt. Nooit meer betaalt dan dat je werkelijk geparkeerd hebt. En het allergemakkelijkste is, je hoeft geen briefje in je auto te leggen. En als je de stad in gaat, hoef je niet te denken, hé, mijn parkeermeter is afgelopen. Om met uw gsm te kunnen parkeren, moet u zich eerst aanmelden bij een van de aanbieders van gsm parkeren. Parkline, Parkmobile, SMS Parking of Yellowbrick. Bij hen geeft u uw kenteken op en uw bankrekeningnummer. Als u daarna parkeert, meldt u zich telefonisch aan. Dat kan via een sms-bericht of een speciale app op uw smartphone. Bij vertrek meldt u zich op dezelfde manier weer af. Betalen doet u één keer in de maand via uw eigen bankrekening. We gaan een actie doen met de ondernemers in de binnenstad. Dat het eerste weekend van maart. Gratis parkeren is voor iedereen die in Nijmegen parkeert via een van die mobiele aanbieders. En voor wie nu zijn abonnement neemt bij een van die aanbieders, krijgt zijn inschrijfgeld terug op het moment dat hij de eerste keer in Nijmegen geparkeerd heeft. De grootste besparing zit eigenlijk het feit dat je elke keer dat je betaalt, dat je niet meer betaalt dan dat je werkelijk geparkeerd hebt. Veel mensen die nu een kaartje kopen moeten bedenken hoeveel tijd ze ongeveer in de stad zullen zijn. En de meeste mensen geven zo'n 10-15% meer geld uit dan dat ze werkelijk parkeren. Nou, dat is straks niet meer het geval. Dus je bespaart jezelf ook extra kosten. De gemeente Nijmegen streeft ernaar dat de stad in 2045 energie-neutraal is. Ze wil dat bereiken door steeds meer groene energie op te wekken en te gebruiken. En zoveel mogelijk energie te besparen. Daarvoor zijn we hier. Ja, ik wil eigenlijk de zonnepanelen weer eraf halen, het dak isoleren en de zonnepanelen weer terugplaatsen. Want dat scheelt weer. Eigenlijk mijn hele huis is al geïsoleerd dus. Maar je kunt altijd nog wat dingen, kom je tegen die wel interessant zijn. In de Wezenhof maken ruim 100 bewoners samen plannen om hun woning energiezuiniger te maken. Ze krijgen daarbij hulp van het duurzaam punt, het Groene Hert. Het Groene Hert wil de verbinder zijn tussen bedrijven, de overheid en de bewoners. Zij steunen dus de bewoners, die collectiviteit, dat ze samen bij de bedrijven goede offertes kunnen aanvragen, goed advies krijgen en ook begeleiding krijgen voor de bouw om hun plannen goed uit te laten voeren.
Energie besparen kan iedereen. De gemeente stimuleert dat met subsidies voor een groot pakket aan maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en isolerend glas. Woningeigenaren krijgen 20% van de investeringskosten vergoed tot een maximum van 1000 euro. We willen ook iets meer weten over onze isolatie in de spouwmuren. En daar zijn verschillende mogelijkheden voor hier. Tenminste, die zijn ons aangereikt en die zullen we even moeten afwegen. Maar we gaan zeker wel wat meedoen. Dat is een zijwiel. Ja. Dat is 18 vierkante meter. Dan zie je koude bruggen. Die moet je ook kunnen oplossen. Iedereen beslist voor zichzelf of hij iets wil doen. Maar we hebben nu wel het voordeel dat mensen weten hoe moet je dak isoleren en hoe moet je het niet doen. We hebben nu via het Groene Hert een methode gevonden om een spouw waar al isolatie in zit toch weer bij te vullen. Daarvoor wist niemand hoe je dat kon doen. En we hebben nu ook verschillende aanbieders, dus we kunnen ze qua prijs ook met elkaar vergelijken. Maar ook qua contract. Wat doen ze als er vocht blijkt te ontstaan? Komen ze dat oplossen of zeggen ze dan, ja, heb ik voor gewaarschuwd? Dus dat is wel belangrijk. Men kan tot 20% van de investering terugkrijgen met een maximum van 1000 euro. En dat is voor een enorme lijst aan maatregelen die ze kunnen toepassen. Dat is helemaal geen ingewikkelde lijst. Dat is van ledlampen tot en met de nieuwe ketel die er toch al aangeschaft moet worden. Maar ook de grote werkzaamheden zoals spouwvullingen, vloeren, isolatie aanpassen. Gewoon alles wat tot een besparing leidt. Ja, de twee maatregelen die het meeste effect hebben gehad, ja, dat zijn dus de nieuwe verwarming, hoge rendementsketel. Dat is de ene hoogste rendementsketel eigenlijk. Ja. En de dubbele beglazing boven. Ja. We hebben een vrij grote raam op de oostkant en dat heeft dus heel veel gescheeld. En verder tot onze grote verrassing, die spaarlampen en die hele stroomactie scheelt gigantisch veel. En wat ik ook doe, bijvoorbeeld als ik nieuwe, ik wilde graag een diepvriezer aanschaffen, dan koop ik echt een A++. En een nieuwe ijskast moesten we hebben, doe ik ook weer A++. En alle apparatuur die ik aanschaf, dan zorg ik dat ik een energiezuinige versie heb. Ook bewoners van de Hertstraat en verschillende woongroepen bekijken samen de mogelijkheden om hun woningen energiezuiniger te maken. Bewoners die dat ook willen, kunnen hulp krijgen van het Groene Hert. Op de Jacob Canestraat komen nieuwe openbare verlichting, waterleidingen en stroomkabels. Daarnaast krijgt de Jacob Canestraat een nieuwe riolering. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de straat tussen de Bergendalseweg en de Prins Hendrikstraat afgesloten. Tot en met april 2012 is de Van Schaak-Betonsingel afgesloten voor al het verkeer. De omleiding wordt aangegeven met borden en loopt via de Van Aldenbarneveldstraat en de Gaafseweg. De afsluiting is nodig in verband met de bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Van Schaak-Betonsingel. Tot 10 augustus 2012 wordt in verband met de nieuwe stadsbrug gewerkt aan een deel van de Wurtseweg. Het wegdeel tussen de Mercuriusstraat en de Koopvaardijweg is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Mercuriusstraat en de Kanaalstraat. De gemeente werkt zoveel mogelijk op afspraak. U kunt 's middags op afspraak terecht in de stadswinkel, maar 's ochtends kunt u wel gewoon binnenlopen. Het steunpunt Stadswinkel is ook beperkt weer open. U kunt voor beide locaties een afspraak maken via de digitale balie op www.nijmegen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14024. Als u zaken heeft lopen bij de gemeente, kunt u de status daarvan volgen via Mijn Nijmegen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Hier vindt u informatie over uw buurt, uw persoonsgegevens, zoals die bekend zijn bij de gemeente, uw huis, uw wijk, de vervaldatum van uw paspoort en de voortgang van uw aanvragen en meldingen bij de gemeente. Om in te loggen op deze pagina heeft u uw DigiD-code nodig.